Ik hoef het hier sommige mensen denk ik niet uit te leggen, hè? Hoe dat daar gaat. Maar ja, wij wilden er toch iets aan doen, want het is toch voor de rest van je leven samen. Dus we hebben afgelopen woensdagavond samen een brainstorm sessie gehouden. En tijdens die brainstorm sessie hebben wij gebruik gemaakt van een flap over. En in plaats van het out of the box denken, hebben wij het into the box denken toegepast. En ik moet zeggen dat het wel een aantal bruikbare ideeën heeft opgeleverd. Dus we kunnen nog, ik denk nog wel een jaar of vijf vooruit. Hè, schat? Ja. Daar zit dus wel goed. Daar zit hij, mijn man. Ik snap heel goed waar mijn man met mij getrouwd is. Ik ben namelijk wel gezellig. Ik drink lekker mee in de kroeg. Bestel als we uit gaan eten gewoon een biefstuk met frietjes. Ik doe gezellig mee. Kortom, ik geniet van het leven. Dat doen die vrouwen die een bord sla bestellen een stuk minder. Maar ja, die leven wel iets langer. Maar die zijn dan ook niet zo gezellig. Ik ben dus wel gezellig. 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 Ik vind het zo raar woord. Gezellig. Nou, dat was weer gezellig. Hoe was de uitvaart van oom Jan? Nou, dat was op een rare manier. Was dat best. Gezellig, inderdaad. Het is ook een woord waar alleen in de Nederlandse taal voorkomt, hè? Dat is ook wel heel, heel bijzonder. En als je op Wikipedia gezellig opzoekt, dan vind je bovenaan, dan krijg je een lijstje met 10 verschillende dingen die dan allemaal gezellig zouden moeten zijn. En bovenaan staan bezoek van vrienden en een interieur. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gezellig zijn. Ik persoonlijk vind over het algemeen begrafenissen gezelliger dan verjaardagen. Zeker die Nederlandse verjaardagen. Jullie kennen ze vast wel, hè? In zo'n woonkamer. Altijd te klein. Te weinig plek. Met in het midden de circle of death. Zoals mijn Engelse vrienden daar vaak noemen. The circle of death. Daarmee bedoelen ze een kringetje, hè? Een kringetje, stoelen, mensen, in het midden een te kleine tafeltjes met daarop schaaltjes, met bruin verkleurde stukjes leverworst, zwetende blokjes kaas en prikkertjes met augurk, nog iets en augurk. Gezellig. Voor het gezelschap in zo'n circle of death ben je afhankelijk van degene die naast wie, die meneer zei het al, naast wie je terechtkomt, waar dus net op dat moment een stoel vrij was. En als je even pech hebt, zit je de halve avond naar tante Tini's gezever te luisteren over de doorlichtplekken, de extra zogen, de spataderen en de schimmelnagels. Gezellig! Oh, verschrikkelijk. Ik kan daar niet zo goed tegen. Als ik even niet hoef, dan ga ik ook liever niet mee. Maar goed, zo was ik. Oh ja, getrouwd. Ja, dat weet men nou wel. Getrouwd, ik ben dus pas getrouwd en 34 en ik heb geen kinderen. Ik vind daar zelf niet zo'n probleem. We hebben daar samen goed over nagedacht. Maar mensen in mijn omgeving, die schijnen daar meer moeite mee te hebben dan ik zelf. En ook, wil jij geen kinderen? Hou jij soms niet van kinderen? Jawel, ik vind kinderen hartstikke leuk, maar dat wil niet zeggen dat ik ze zelf ook wil hebben. Dat is toch het
totaal niet anders. Ja, maar Anouk, je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Oh. Voor die mensen heb ik twee woorden. Totaal ruptuur. Je weet niet wat je mist. Ja, maar Anouk, dan zie je verkeerd. Je krijgt er zo veel voor terug. Ja, dat zal allemaal wel. Maar van, ik heb er gewoon, we hebben er samen voor gekozen. Val me er alsjeblieft niet meer lastig mee. Ik heb geen zin om er elke keer uit te moeten leggen. Maar ondanks, was ik heel blij mee, heb ik het antwoord verzonnen waarmee ik iedereen die mij daar weer mee lastig valt in één klap stil krijg en gewoon in één keer van al het gezeur af ben. Meneer, wilt u mij even vragen of ik kinderen wil? Anouk, wil jij kinderen? Nee, dat vind ik zonde van mijn figuurtje. Klaar, hoppatee, volgend onderwerp. Kom op, hè. Maar goed, mijn programma heet dus XXL. Zoals jullie kunnen zien, ben ik gezegend met de XXL-uitvoering. Of zoals ik het liever noem, de luxe-uitvoering. Ik heb er vroeger gelukkig niet heel veel problemen mee gehad. Ik heb een keer goed rondgekeken bij mij en de familie. Gezien dat iedereen er last van had en me er heel snel bij neergelegd. Ik denk, ik kan er niks aan doen. Wat denk ik ook wel scheelt, is dat ik nooit gepest ben. Maar daar hangt er weer mee samen dat ik wel altijd zo groot geweest ben, denk ik. Ik ben heel blij om dat ik nooit gepest ben, dat ik daar geen trauma's aan over heb gehouden. Ik heb ook niet zo'n gymtrauma, maar je wel vaker hoort, hè, die als laatste gekozen wordt. Bij gym heb ik allemaal geen last van. Er waren zelfs sporten waarin ik gewoon keigoed was. Volleybal, denk ik net altijd heel erg lang. Eindje. Basketbal. Eitje. Mijn favoriet sport, en is het misschien nog steeds, maar dan moet wel meisjes tegen meisjes zijn, rugby. Meisjes tegen de meisjes, meisjes van mijn leeftijd, zo groot. Ik had de bal, hier ging er een, daar ging er een, bal, hier nog een. Dus dat trauma is mij gelukkig bespaard gebleven. Dan moet ik wel helemaal eerlijk zijn. Er zijn wel dingen waar ik wel iets wat nare herinneringen aan over heb gehouden. En dan zijn de bezoekjes aan de speeltuin geweest. Want de meeste speeltuintoestellen, die zijn niet gebouwd op reuzenkindjes zoals ik. En dat was dan af en toe best jammer. Ze wilden niemand mij duwen als ik op de schommel zat. Dat had geen zin. Ja, en ook doe het zelf maar. Nou, dat was nooit zo leuk. Ik vond de kabelbaan ook altijd vrij problematisch. Want dan had ik dat ding eigenlijk vast. Dan sprong ik. En dan kon ik gewoon mijn voet bij de. Ja. Daar was dus ook niks aan. Maar het allerergste, dat vind ik echt nog, als ik dan denk, nog vervelend. Dat was de bibbap. Weet je dat? Ja. Daar ging ik dan op zitten. Klein kindje aan de andere kant. Ga me nou weer pappen. Ja, ga nou weer pappen. Ik kon niet hard genoeg springen om van de grond af te komen. Dus daar ging ik. En als het dan lukte, dan dan vloog dat kindje, andere kindje. Vloog zo wie. De lucht door. Dus ik was meestal binnen 10 minuten wel uitgespeeld in de speeltuin. Mama door, mama. Wanneer gaan we naar huis? Maar goed. Het is niet alleen maar kommer en kwel, die luxe uitvoering. Er zitten ook zeker wel voordelen aan.